Hallo mevrouw, ik ben van de woningbouwvereniging en er is een lekkage aan de gang. Nou, dat is het begin van een babbeltruc waar een 77-jarige mevrouw het slachtoffer van wordt. Deze enorme flat staat aan de Neerkade in het Haagse Laakkwartier. Op maandag 24 april is een 77-jarige bewoonster alleen thuis als om 12:15 in de middag de bel gaat. Het is de voordeurbel en dat is op zich heel erg vreemd, want normaal gesproken wordt er gebeld vanuit de centrale portiek. Mevrouw is direct op haar hoede en doet ook niet direct de deur open. Dan wordt er ook nog vervolgens geklopt op de deur. Ze ziet een mevrouw staan die zegt dat ze van een woningbouwvereniging is. De bewoonster doet open en krijgt te horen dat er een waterlekkage aan de gang is. De vrouw komt erom even kijken. De vrouw loopt naar binnen, maar ook weer naar buiten. Als ze dan vervolgens weer naar binnen komt, heeft ze een man bij zich. Die man komt ook mee naar binnen en rommelt wat bij de kastjes en bij de gootsteen. De vrouw loopt vervolgens door naar de woonkamer. Maar dat pikt het slachtoffer niet en wil direct haar dochter bellen. Helaas lukt het niet, want de telefoon wordt uit haar handen getrokken. Het slachtoffer pikt dit niet en zegt dat ze haar woning moeten verlaten. De twee gaan dan inderdaad weg. Even later merkt de vrouw dat er een paar honderd euro uit haar portemonnee is gehaald. Ja, duidelijke babbeltruc heeft zich daar afgespeeld, hè, in die woning. En nog triest, omdat het slachtoffer het eigenlijk al meteen doorhad en ze juist zo voorzichtig is. Ja, dat maakt dit soort babbeltrucs juist zo schrijnend. Nou, gelukkig hebben we wel goede beelden van de twee oplichters. We hebben ze net al zien vertrekken, maar we hebben ook goede beelden, want ze zijn ook gefilmd bij binnenkomst van de flat. De vrouw die komt als eerste aan bij de flat en ze zet bij binnenkomst meteen haar capuchon op. Maar er is wel aardig wat van haar te zien, met name haar vrij grote zwarte bril valt op. En ze is ook vrij klein. En een flatbewoner maakt dan de tweede deur voor haar open. En dan seinst ze de man, die nog buiten staat, dat hij ook naar binnen moet komen. En daar komt hij. En hij is erg lang, hij is ook netjes gekleed en heeft een lichtkleurige pet op en een paraplu bij zich. En dan gaan ze naar de lift. En de man die lijkt hier nog wat te twijfelen. Maar hij moet wel meekomen van de vrouw. En dan gaan ze vervolgens met de lift naar boven. Er staat dan nog een andere vrouw in de lift, die heeft hier helemaal niets mee te maken. En als ze dan straks uitstappen, dan is ook goed te zien dat de man ook een bril draagt en een heel net baardje heeft. En hier zien we ze dan nog weglopen na de babbeltruc. Het is duidelijk beeld, want wie zijn deze twee dieven? Waar verblijven ze? Misschien heeft u ook wel met ze te maken gehad. De politie hoort het heel graag via 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000.